30 jongeren uit 15 Friese gemeenten worden beloond voor hun maatschappelijke inzet. Ze zeilen mee op de tweemastschoenen de Wiel de Zwan uit Makkum. Maandag vertrok de topzeilschoenen van 62 meter uit de haven van Harlingen. Woensdagavond hopen ze in Rotterdam aan te komen. De jongeren varen mee als trainee en draaien na een korte instructie mee met de bemanning. Ze gaan sturen, wachtlopen, zetten, navigeren, maar ook deks erop en afwassen. De jongeren worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te durven nemen. Goedemorgen jongens en meiden, dames en heren, leden van de bemanning. Maar eigenlijk, de jongens en meiden zijn al bijna lid van de bemanning. Want jullie staan aan boord van de Wilde Zwan en dat betekent dat jullie nu officieel trainee zijn. En in enkele dagen gaan jullie met dit schip naar Rotterdam zeilen. Dat betekent niet lekker van de zon genieten, op het dek liggen. Nee, trainee zijn betekent behoorlijk aan de slag gaan. Wachtlopen, navigeren, het kraaiennest, dekschrobben, je gaat het allemaal meemaken. Het schip wordt door jullie als groep bestuurd en samenwerken en doorzetten zijn daarbij van groot belang. Ik wens jullie een prachtige reis toe en veel succes en dat jullie een hoop mogen leren. Meneer Kramer, u bent kapitein hè, van dit grote schip. Ik ben kapitein van de Wilde Zwan, dat is juist. Hoe word je dat? Oefenen. Veel oefenen, veel ervaring, maar vooral in de zeilvaart heel veel inzet natuurlijk. Ooit begonnen in de platbodemwereld en dan doorgegroeid naar zee. Het is de grootste tweemastschoener ter wereld. Dan moet ik je verbeteren, de grootste topzeilschoener ter wereld. Dat is voor de kenners hè? Ja, een topzeilschoener. Schoener heeft minimaal twee masten, waarvan de achterste hoger is. En een topzeilschoener, die heeft topzeilen. En misschien dat de camera ook even kan kijken. De topzeilen die hangen erboven tussen de raas. Dat zijn de dwarsgetuigde stukken van het tuig. Het schip is recentelijk gerenoveerd. Ja, dat is juist. We zijn sinds 3 weken in de vaart. Het schip is de afgelopen 2 jaar verbouwd tot wat het nu is. Een sailtrainingsschip. Eigenlijk de eerste van zijn soort die in de sailtrainingwereld gaat varen. Dat betekent niet meer zozeer in de hospitality, zoals veel schepen dat ook doen. Wij trouwens ook. Maar meer gericht om jeugd, jonge mensen, maar ook oude mensen, het daadwerkelijk te leren varen op zee. Dat betekent voor de bemanning zo min mogelijk doen. Zo groot mogelijke broekzakken hebben waar je handen in kunt verstoppen. En goed uitleggen en de trainees zoveel mogelijk laten doen. Er is een standaard bemanning. Uit hoeveel mensen bestaat die? 8 personen aan boord. Dat is 3 in de binnendienst en 5 aan dek. Dat is de basis, zeg maar. Dat is de basisbemanning. Daarmee kunnen we het schip varen, reilen en zeilen. Natuurlijk hebben we altijd graag een beetje hulp erbij om die enorme hoeveelheden zeil onder controle te kunnen houden. Wat gaan de jongeren die hier vandaag opstappen allemaal doen? Ja, het begint bij het wegvaren. Dat betekent trossen binnenhalen op orders van bemanning, aanleiding van bemanning, dat klinkt misschien wat netter. En naar buiten varen. Direct zodra wij buiten de pieren zijn, zullen de jongeren beginnen met sturen. Dat gaan we leren. We gaan leren hoe de betonning hier op de Waddenzee eruit ziet. We gaan daarna klimoefeningen doen. We gaan leren hoe je een zeil zet voordat wij überhaupt een zeil gaan zetten. Verschil uitleggen tussen val, tussen schoot. Wat zijn al die touwtjes überhaupt? We gaan even kort voor anker om te laten zien, zo werkt ankeren. Zodat ze echt goed voorbereid zijn. Want ze zullen direct na vertrek in wachten ingedeeld worden. Dat betekent dag en nacht werken met korte pauzes ertussen. Raymond zeilt mee. Ja, klopt. Mijn zus heeft me opgegeven en het leek me ook wel heel leuk om te doen. Je bent maatschappelijk actief? Ja, ik geef voetbaltraining en ik ben veel bezig met voetbal voor kleine kinderen. Je zus vond het wel de moeite waard om jou op te geven? Ja, dat klopt. Ze heeft me ook opgegeven en daar ben ik uitgekozen. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Goeie zus. Dus. Het is een soort cadeautje, hè? Ja, dat wel. Ik heb haar ook een bosje bloemen gegeven en ik ben er ook echt heel blij mee. Hoeveel mensen uit de gemeente Bolsward varen mee? Volgens mij 2. Ja, 2. Nou, 3. Want daar staat ook 1. Dus, wat verwacht je ervan? Nou, het wordt een heel leuke reis. Spannend en veel avontuur. Dit zijn allemaal jongeren die hebben wat voor de maatschappij betekend op een eigen manier. Ja, wat vindt u daarvan? Oh, ik vind het grandioos. Ik vind het werkelijk grandioos. Ik zelf erger me vaak genoeg aan een tekortkoming binnen de maatschappij. Ja, nou, niet dat ik zo'n held ben, maar iedereen heeft dat wel eens dat hij zich ergens aan ergert. En als dit gemotiveerd wordt, nu al bij de jeugd, dus onze opvolgers in alles, ja, dan, dat is de beste manier eigenlijk. En om ze dan te belonen met een vaart aan boord van dit schip. Want ja, er wordt aan de ene kant wel gewerkt, maar er wordt natuurlijk ook heel veel lol geschopt.
Natuurlijk gaan tussendoor de zeilen eraf om een diepe plons te nemen ergens op de Waddenzee. Natuurlijk gaan de bijbootjes overboord, gaan we zeilen, gaan we matchracen. Dus de fun factor die zit er ook behoorlijk in. Dus ja, ik vind het goed dat die jongens beloond worden.